Look at this guy. Kijkers van Harme Frodo, ik ben hier nu met Guido. Guido, ik ben in de oude vlog. Oh, hoe gaat het? Oh, ik weet niet of ik dit moet filmen voor de vlog. Ik ben in de vlog. Kijk, goed vlog. En de Bermuda driehoek? Staat. Kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze nieuwe vlog. Dit is de allereerste stop van dag 2 van mijn rijden. We zijn aangekomen in Monaco. We gaan Formule 1 kijken. En hoe kan je een vakantie natuurlijk beter beginnen dan met een goede duik in het zwembad bij het huisje. Gratis koekjes van Harmer, dat is een hele goeie. Kan ik prima wel doen? Ja. Oké. Okay. We zijn aangekomen in Amsterdam. Dit is Harmer Frodo vlog 76. 76. Sam, wat vind jij van deze dag? We hadden het anders afgesproken. Wat zei je? Ja, maar we zouden heel even voordoen hoe je moet vloggen. Wat? Je ging trommelen op de muur. Ja, track uit de mediatheek. Leon, kom daar ook bij staan. We zijn nu al de weg kwijt. We zijn nu door de douane. Dat was voor mij mijn allereerste keer. De eerste indruk, Schotland reis 2019. Hoi, kom je er ook bij? Dan krijg jij van mij dit bompakket. That is working great. So, how do you like Edinburgh? Ja, ik heb zelf ook 2 of 5 jaar gedaan. Dus ja. Zie je? Ik kan bijna niet meer aan. Ik ben gewoon super kort hier. Zullen we zelf gaan? Hey ho! Ja, nou, sterke toevoeging is. Is het aangeraden om in Loch Ness te gaan zwemmen? Dat is zeer zeker niet. Hangt er vanaf hoe lang je zwemmen wil. Hoi. Hoi. Ben jij mijn nieuwe vriendin? Ja. Bompest, heel graag. Weet hij woont in de ananas, diep in de zee. Wat? Hoi en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video waarin Lucas en ik gaan proberen om binnen 24 uur heen en terug te fietsen naar onze hoofdstad Amsterdam. Ja hoor, dames en heren, we zitten midden in de prijsuitreiking. Maar ondertussen ga ik even voor iedereen patat halen. Ben je al helemaal zen? De restaurant. Dat is niet leuk. Het verhaal hoe het nu een beetje zit is toch een beetje teleurstellend. Oké, misschien wel het slechtste intro wat ik ooit gemaakt heb van een video. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij de allereerste aflevering van mijn nieuwe serie Haten op. Haten op. Haten op. This is the end. Oh! En het skills, hè? Magie! Ik sta net verkeerd, wacht even. Oh. Zo, hallo mensen! Harmen Frodo! Hallo kijkers van Harmen Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video. En daarna dacht ik, ja, als ik nu weer niet upload, dan lukt het mezelf niet. Dus vanaf dat moment dacht ik, ik ga weer uploaden. De afgelopen tijd is er echt heel veel veranderd op mijn YouTube kanaal. Jij in een GameStop, dat is echt bedrog. Jij in een GameStop is al een dis op zich toch. Maar ik herkent je echte naam niet, dus hij noemt je patatje. Je bent alleen maar bekend doordat een GameStopje.
Erger je trouwens niet te veel aan de muur achter mij. We zitten midden in de verbouwing. Hiernaast is de badkamer die verbouwd wordt. En er zijn per ongeluk een paar gaatjes in de muur gekomen. Er zijn nog altijd mensen die denken dat vrouwen minder goed kunnen autorijden dan mannen. Er zijn zelfs landen waar vrouwen om die reden niet eens mogen autorijden. Het is slim dat we de naam van de vrouw veranderen naar zomer. Waarom zou je dat doen? Het is echt zo'n rare marketingtruc. Ik snap dat gewoon niet. En de meest domme, achterlijke, bizarre, niet doordachte marketingstrategie. Hij is wel veel dikker dan normaal met zijn zoon. Ik weet zelf altijd dat, ik heb dat zelf wel heel vaak meegemaakt. Dan denk je, oh het is echt lekker weer, ik wil langer op het strand blijven. En dan blijf je heel lang op het strand. En dan, als de zon dan onder is, dan gaat het opeens heel snel koud worden. Een borrelglaasje per insmeerbeurt. Ik drink liever een heel biertje per insmeerbeurt. Ik dacht opeens hieraan. Ik heb een keer op de achterkant van het NE's gestaan. Met mijn koppie. Normaal lezen we de meeste columns niet helemaal, maar maken we er één of twee grapjes over en is het dan klaar. Maar vandaag gaan we een column helemaal lezen. Ik vraag me af hoeveel mensen het dan allemaal lezen. De Rotterdammer Alfred Muller, eigenaar van een schadeherstelgroep, is een man met passie voor snelheid. Dus dat is 8 weken lang geweest. En dan dacht ik, dan gaan we meteen in deze video ook het rekensommetje maken voor Harme Frode. Als je naam bijvoorbeeld als kind verkeerd is geschreven op de geboorteakte, dan mag je naam veranderen. Of als je naam altijd wel anders wordt uitgesproken en het is eigenlijk anders hoort worden geschreven. Deze vind ik dan ook wel vet, maar ik heb net een beetje het gevoel alsof deze nog iets te... Nog een pakketje! Zo. Het is een beetje onhandig dat ik dit met één hand moet doen nu. Het is een mes mee. Hallo allemaal, ik ben Harme Frodo en dit is mijn beste vriend Noah. Ondanks dat Noah heel erg jong is, nog ongeveer 13, moet je hem niet doorvertellen hoor, vindt hij niet zo leuk. Duitse paratroopers die het lukt om Winston Churchill te ontvoeren aan het einde van de oorlog. Het klinkt als een van de grootste complottheorieën aller tijden. En Radel, een beetje de hoofdpersoon van de vorige aflevering, die zoekt iemand die een beetje kan voorbereiden in Engeland. Van Mrs. Grey krijgt Devlin een shotgun om hemzelf te verdedigen als het nodig is. En Radel die zit nog in Duitsland natuurlijk. Ik eindigde natuurlijk de vorige aflevering echt met een cliffhanger. Want er was een meisje in het water gevallen die drijft naar het waterrad toe. En er is nog wel een interessante bijkomstigheid. Hij wist wat zijn idee was, dus hij moet hier zijn. En daar, Steiner, die ziet dus de man waarvan hij denkt dat dat Winston Churchill is. En die schiet. Er zijn afgelopen weekend 2 vlogs online gekomen. Jette zit ook nog even in de... reacties, dus dat vind je, yo, ik ben best een nieuwekomer, 100%. En Amerika zegt, weet je wat, we nemen het van je over. Ook uploadde ik alweer de 8e aflevering van de serie Frodo reageert, waarin ik heb gereageerd op Game Meneer en uitgerekend heb hoeveel abonnees ik zou hebben als ik een Engelstalig YouTube kanaal zou hebben. En nu gaan we dus in deze video elke line stuk voor stuk behandelen. Die nou even over je solo kanaal, heb je het niet door, dat is een faal. Kenny, weet jij waar ik dan van baal? Op wat voor man sta jij niet centraal? Is het echt zo dat dit mensen boeit? Maar dan weet ik nog steeds niet waarom jij je met EGS bemoeit. 400k, ja, ja, ja. 400k omdat je doorgaat. 400k daarom dat je hier nu staat. 400k, ja, ja. Op plek 10 staat dat we s'avonds altijd, nou 4 keer hebben we dat gedaan, gingen we maffia wolven, wat een soort andere vorm van weerwolven is. Laten we snel beginnen met top... Wacht, het is natuurlijk een top 10, dus dan moet je niet beginnen met 1. Agent, welkom terug. Goedemiddag, waarom verdien ik deze eer? Ik denk erover na om je weer op een missie te gaan sturen. Ik heb nog een goede grap, las het in de krant. Niet te hard lachen, de adelaar is geland. Ik weet ook nog wel hoe Pro-December begon. Had dat iets te maken met Game Meneer Nong? Het is echt gebeurd, ontken het niet, ja? Rudimentair, hadden 400k. Ik ben niet de beste, ik ben wel een doorzetter. Er bestaat geen betere YouTuber dan Jeroen Jette. Is het volgende week woensdag de aflevering daarover, dus daarom?
José Moré, 42, is getrouwd met Wishart, moeder van de kinderen Gijs en Fien. Dus ja, ik snap het wel. Als je kinderen thuis zijn, dan heb je nog altijd het gevoel van... Het is zomer, het is feest. De tip die ik gewoon die mensen wil geven, je leven, dat duurt lang genoeg. Geniet ook soms gewoon en... Dus als de wolken aan de hemel staan, zit niet de hele dag te dreilen. Ik was verliefd op een moordenaar. Misschien het enige zinnetje wat nog enger klinkt is... Ik ging op bezoek bij mijn schoonouders in het slachthuis. En ik heb jullie beloofd dat er bij Mannenleest de Vrouw gasten zouden komen. Oh, wat? Het... Ja, we doen even take 2. Hallo kijkers van... Hey, hallo! Maar dan denk ik van lach, huil en zing mee. Het zou toch een beetje raar zijn als je daar zo voor op zo'n podium staat en dan zegt... We laten tranen lopen, maar dit keer van geluk. Nog doorlopen, het regent. Nou, ik heb hele goede tips. Wat ik altijd doe als het regent, dan doe ik... Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. En ik heb gevraagd als ik dan niet meer naar school mag, omdat het daar te gevaarlijk is met dat hele virus. Mag ik dan bij jou schuilen? Want er staat letterlijk Bruno Bruin, zij zelf, allemaal een beetje afstand houden. En in het Koningslied staat... De B van Willem is de B van wij, heel oranje staat zij aan zij. En dat meisje die had ook die naam van de jongen getatoeëerd. Alleen een stuk later zei die jongen opeens... Wil je weten hoe het danst zonder mij? We'll go through the wastelands, through the highways. In dezelfde maand uploadde ik aflevering 3, 4 en 5 van Mannen Lezen de Vrouw. Waar ik toen nog echt ongelooflijk veel plezier in heb gehad.